Hoi allemaal, super leuk dat jullie kijken naar deze video. Vandaag ben ik weer gezellig met Bootje. Yay! De laatste shoplog die we hadden gemaakt was die Shein shoplog en die was echt vet goed gegaan. Van Curaçao. Ja, dat was dus, wel leuk. Ja, dat was echt zomer thema. Nu hebben we eigenlijk gewoon een beetje voor van alles wat. Ja, van alles wat. Een beetje voor najaar, maar ook een leuk feestje. Ja, ook leuk voor een feestje inderdaad. Beetje favoriete items van maar ook gewoon wat leuk voor mijn werk. Wat netjes er. Ja. Een grote megatas. Vol met spulletjes. Ja. Dus het gaan we lekker uitpakken. Voordat we beginnen, zou ik het heel leuk vinden als je een blauw duimpje omhoog geeft. Op me abonneert. Je kan ons volgen op Instagram. En heb ik natuurlijk een kortingscode, SAGEVOER20. Zoals altijd krijg je 20% korting, is best wel veel. Dus check even de link in de beschrijving, staat allemaal. Er staan ook alle linkjes überhaupt. Dus wil je shoppen, gebruik de code. Oh, oh heerlijk! Ja, begin jij maar. Ja? Jij bent mijn gast. Dan begin ik met een groene trui. Maar het is wel leuk, een kleurtje. Ja. Oh, leuk! Kijk. Beetje cropped ook. Ja, nou niet krop, maar gewoon... Niet lang. Zeg maar. Nee, hij is valt gewoon perfect eigenlijk. Beetje... Ja, wel een beetje ruim zeg maar ik heb wel XS genomen, want anders wordt hij weer heel groot. Ja. En ik, zeg maar, voor mijn werk en zo, daar hou ik er niet echt van. Nee. Een hele oversized trui. Wel gewoon vind ik enigszins mooi. Leuk kleurtje ook. Ja. Oké, okay. Helemaal leuk. Nou, maar ik word daar niet goed van. Maar wat de fuck moet je anders zeggen? Ja, echt kut. Ja. Ja. We gaan eerst met dit. Het is een heel vet pak. Ik ga het even op laten zien. Ik heb altijd zo gezegd met broeken. Ja? Eigenlijk moet ik zeg maar maat 36, maar daar past mijn kont dus gewoon weer niet in. Nee. Dus dan moet ik maat 38, maar dan is hij weer veel te groot bij mijn middel. Maar ja, ik heb toch maar maat 38. Liever te groot als te klein. Want ja, te klein kan je niks mee. Te groot kan je nog in laten nemen of zo. Ja. Ja, ik vind de kleur echt geweldig. Ik heb nog niet zo'n soort kleur of zo'n broek. En die stiksels vind ik echt heel leuk. Ja. Dus ja, deze broek aan zich vind ik sowieso wel leuk voor het najaar. Deze top dus bij. Dit is gewoon een matchy top. Dus het is gewoon echt een pak. Maar je kan het ook wel gewoon los van elkaar dragen. Die broek ook gewoon los en die kan ook gewoon los. Ja. Maar het is wel heel leuk als in een pak. Zijn. Dus dit is de top zo. Dus ik ben heel benieuwd. Heel benieuwd. De broek is een beetje te groot. Dat had ik al wel verwacht. Zeg maar, ja. Dat heb ik gewoon altijd. Maar ja, als je hem een beetje omlaag doet, dan kan het wel mee. Kan het wel, en misschien inderdaad gewoon een riem of zo. Ik vind het ook echt vet voor een festival of zo. Ja, dat is heel leuk. Dus ja, het is wel echt fijn. Fijn op haar festival aan de E. Maar ja, ik vind het wel heel vet. Dus heel vet. Dan heb ik een broek. Ik heb dus een broek met gaten. Ja. Dat heb ik nog. Ja, nee. Ja, heb ik wel, maar niet heel veel. Kijk. Maar dan wel strak. Hij is stretchy. Dan, ja. Oh, ja. Ja, dat is beter. Ik vind dat ik zocht eigenlijk een broek zeg maar dat hij dan wel strak hier zit en dan hieronder een klein beetje wijder is. Dat vind ik ook vet. Ja. Maar dit is wel weer iets netjeser. Ja, dit is gewoon altijd goed voor je werk toch? Dat is heel leuk. En dan kan eigenlijk elk blouseje of basic topje op. Ik heb deze broek aan. Hij zit echt perfect gewoon. Heel goed. Lekker stretchy ook. Heel leuk die gaat hoor. Ja. Hij heeft een beetje speels. En een beetje hier zit ook een paar dingen. En dan heb ik ook deze. Normaal zou ik vroeger ook het nooit doen. Blauw met groen. Of bijvoorbeeld rood met roze. Maar tegenwoordig maakt het helemaal niet uit. Nee. Ik vind eigenlijk alles leuk bij elkaar staan. Ook de kleur. Ja. Dus, en dan deze trui. Maar ik vind dit echt perfect. Zeg maar dat het wel een soort strak zit. Soort, maar dan niet. Maar wel lekker soort leuk. Heel leuk. Helemaal leuk. Oké, dan ga ik een tas doen. Ik heb deze. Ik had eerst een andere groene tas. Ik heb dus nog geen groene tas. Ik heb wel, maar die is heel lelijk. Dus een beetje aangeleefd. Maar dit vond ik echt zo cute. Ja. Ik dacht eigenlijk wel dat hij kleiner was. Oh. Op de foto. Maar voor mij is het chill. Ja. Ik haat van die kleine kuttasjes. Ja, dat was gewoon. Kan je er niets mee eigenlijk? Nee. Zo, ik vind deze zo vet. Heel leuk. Ja, geweldig. Ja. Helemaal leuk. Ja, deze tas vind ik ook zo cute. Ik vind hem helemaal chill. Hij is ook echt perfect groot. Dan kan ik lekker mijn vlogcamera in. Dit is ook echt een soort spijkerstof. Dus het is echt een leuk materiaaltje. Helemaal happy. Dan heb ik een jurkje. Maar die is ook echt heel leuk. Met een lange mouw. Want dat heb ik niet. Ik heb wel zomaar zo'n jurkje. Ja, maar dat zocht ik dus ook. Een lange mouwenjurk voor in het najaar. Ja. Nee, je moet hem even aanzien. Ja, het is gewoon heel classy gewoon. Maar wel gewoon heel mooi met lange mouw. Nou, ik heb
de jurk aan. Heel mooi. En hij zit echt heel mooi. Heel mooi lang. Dus eigenlijk, dit kan je zelfs ook in de winter aan. Klopt. Daarom en dan gewoon lekker zo'n grote winterjas. En dan weet je, als je binnen bent, daar is het meestal toch al wat warmer. Sarah krijgt dat ding niet uit. Sarah hier gewoon maar alleen maar ramen hier. En ze zijn hier gewoon helemaal omkleden. Lekker. Iedereen kan ons naked. Nee, lekker naked. Ja, lekker naked. Broem, patje. Nou, dit is toch gewoon top. Want je doet hier gewoon winters overheen. En dan kan je gewoon alles aandoen. Voor een lunch, een meeting en ja, you know. Ja, helemaal leuk. En hij is echt mega lang. Ja, ik wil deze ook. Ja, dat snap ik. Kan je helpen? Dit is een rok. Ja. In het bruin. Oh, ja. Hij heeft zo'n overslagje. Heel leuk. Dus ik dacht, ja, helemaal leuk voor het najaar. Kan je met van alles combineren. Met lange blouse. Een leuk truitje. Of een truitje erop, inderdaad. Dat is niet echt zo'n soort net rokje. Nee. Oké, dan heb ik dit superleuke rokje aan. Alleen hij zit een beetje gek hier of zo. Gaat een beetje short trekken, maar ik vind hem wel heel leuk. Hij is wel verder heel mooi, dus hij is ook niet te kort of zo. Nee. Maar ja, ik vind hem wel cute, wel leuk. Dan heb ik een iPhone hoesje. Ja, nou en die is echt heel erg nodig. Want ik heel niet helemaal kapot. En ik altijd als ik jou zie, zeg ik, Bo, hoe kan je nou geen hoesje? Nee, echt heel erg. Maar deze is echt oprecht leuk. Ja. Kijk, het is een soort paars-roze kleurtje. Wat leuk. Nou, hoe leuk. Ja. Nou, ik ga hem zo om. En ik heb dit superleuke hoesje. Oh nee, ja, die nagels. Dat kan echt niet, maar paar. Heel lila, een beetje lila kleur is dit, toch? Ja, maar als je hem zo van afstand kijkt, lijkt het bijna een soort grijzig. Ja, hij is gewoon een hele mooie subtiele kleur. Oké, dan heb ik eigenlijk hetzelfde soort topje. Ik denk, wat is dat nou zo'n heel klein? Ik denk zo'n band om je arm. Nee, dit is ook eigenlijk een bandeau top. Heel leuk. In het spijkerstof. Maar hij is dus een beetje wel uitrekbaar, maar zelfs wat flexibel. Deze ontzettend leuke top. Deze past ook echt perfect. Ik vind hem niet echt per se op dit rokje of zo, maar heel erg leuk voor met een blazer overheen. Of lekker voor het festival of voor een feestje. Bokje ben ik nog niet helemaal fan van, maar misschien even kijken hoe ik hem leuk kan stylen. Heel leuk blouseje. Heel schattig. Ja, dit is echt iets voor jou. Zo'n schattig leuk blouseje weer daar. Een schattig wit blouseje. Wat zijn die leuke mouwtjes zo? Heel cute. Oh, cute. Ja, echt heel cute. Vind je wel leuk? En ik dacht, dat is echt super leuk op die blauwe broek. Heel cute. Dan leuke witte laarsjes. Ik heb dit super schattige blouseje aan. Alleen hij is wel een klein beetje te kort of zo. Ja, dus je zit hier doorheen, zeg maar. Maar ik denk dan, dit is best een hoge broek al. Maar misschien dat ik nog een hogere broek heb. Hier, ja. Dus hier kun je misschien wel een maatje groot van bestellen, misschien. Ja. Maar op zich valt het niet heel erg op, omdat je nee, maar kijk, als ik nu zo doe. Ja, oh ja. En dat is niet echt heel erg, want als ik hier moet bakken of zo. Ja. Dan is het weer half. Maar wel leuk. Ja, wel heel cute. Ja, dan heb ik hier gewoon een wit topje. Ja. Ik heb echt gewoon zoveel topjes, maar ik hou ervan. Ik hou van topjes gewoon. Ja, klopt. En toch heb ik altijd topjes tekort, dus ja, is gewoon altijd wat. Maar dit is heel leuk. Simpel, altijd goed. Dan kan je wel weer een gek broek aandoen. Ja. Maar, en dan kan je weer. Dat vind ik juist. Of gewoon een bijvoorbeeld gek kleur blazer of zo. Ja. Gewoon lekker een blauwe of een roze blazer over. Ja. Dat vind ik zo leuk. Heel leuk. En ook toch wel een beetje een leuk topje. Dus. Oké, dan heb ik even dit topje boven deze broek gedaan. Kan ook hartstikke leuk zijn. Maar ja, dit is dus gewoon simpel wit topje. Altijd goed. Helemaal leuk. Dan heb ik oorbelletjes, maar dit is dus ring. Ik heb hier zeg maar een soort last van mijn oor, want het is elke keer. Ik krijg elke keer geen oorbellen. Ach, sinds de vakantie niet, hè? Ja, geen oorbellen. Maar dit, mijn moeder zegt, je moet ringetjes doen, want er zit dan geen knopje achter en dan raak ik niet ontstoken. Oh. Dus zeg maar, dan ga je er doorheen. Dus dan heb je niks waar wat naar achter gaat. Ja, en je had misschien ook altijd een beetje zware oorbellen. Ja, dat klopt. Dus mijn oor is eigenlijk een beetje kapot gegaan. Maar dit is een heel leuk ringsetje. En ik heb ook twee gaatjes. En eigenlijk ruikt dat niet. Dus dit is super leuk. Ja. Dan. Ik heb super leuk die oorbellen set in. Heel blij mee.
Die is gewoon heel subtiel eigenlijk. Nou, ik heb ook nog een hele leuke tas. Dit is gewoon echt zo'n witte. Zo'n soort tas zocht ik gewoon. Ja, was... Ik vind zo'n tas zo chill. Ja, ik ook. Want die andere tas kan alleen maar als in lengte. En ik vind dit gewoon echt heel chill. Ja, ik vind het ook mooier. Ja. Soms kan het echt je outfit pesten als er echt zo'n ding door je ding in zit. Dat tasje zit dan zo voor je. Ja. Dat ziet er heel gek uit. Dat is helemaal heel chill. Hij is ook lekker groot. Hij is heel groot. Er kan lekker veel in. Kijk. Oh, vakjes. Je vakjes. Oh, en daar is hier. Oh ja. Oh, dat is echt fuck nou. Dit is super leuk. En dan misschien ook nog met leuke witte laarsjes of zo. Oké, ja, voor mij heb ik al mijn laatste item. Dit is een blauwe tas. Een heel leuk item. Ik ben echt, ja, ik hou van tassen. Ja. Helemaal. Ik vind het zo geweldig. Ja, maar dan maak je al, heb je maar een basic jurk. Ja. Dan heb je zo'n leuke blauwe tas erbij. Ja, dat is wel geweldig. Ja, ik vond deze zo vet. Ja, die is heel leuk. En ik heb dus nog niet echt zo'n soort tas. Dus... Lekker groot ook. Het is echt voor een dagje shop of zo. Ja. Je hebt dus ook nog een lang hengsel erbij. Dus dan zou je hem zo kunnen dragen. Ja. Maar ik kan hem ook gewoon zo. Oké, ik zal even de tas laten zien. Ik vind deze tas echt geweldig. Ja. Ik heb dus echt nog helemaal niet zo die ook. Heel leuk. Deze vind ik echt... Nou, het staat niet helemaal bij de outfit, maar... Ik vind dit ook wel echt leuk. Zo, je hebt echt gewoon zo'n oversized witte blouse. Ja, en dan zoals jurk een beetje en dan zo'n tas erbij. Dat is heel erg, die blauwe is echt heel leuk met wit. Ja. Het zwart iets minder. Nee, dan valt hij een beetje weg. Ja, met wit valt hij echt op. Ja, heel leuk. Dan heb ik nog een heel leuk topje. En dit is echt wel voor het uitgaan. Maar lekker, topje. Oh my god, deze is echt fucking leuk. Hoe leuk is dit? Oh, dit is echt en dit is ook wel leuk, denk ik, met die blauwe broek. Ja, want die blauwe broek kan volgens mij voor... Netjes, maar kan met een blouseje waar je ook leuk voor uitgaat. Zeker. Kijk, hoe leuk. Heel cute. En hij heeft het dan zo. Ja. Hey. Ja, ik heb dit leuke woe topje aan. Echt heel schattig. Ja, en dit is ook wel heel leuk met een blazer, denk ik. Heel leuk voor uit eten dan. Ja, ja. Voor uit eten of in uitgaan. Voor een club of voor een festival. Dat je denkt, hé, hey, red ik het dit. Het laatste stuk voor de beste hebben waren. Ja. En dit is ook van die franjers. Ja, dat is niet normaal. En dit is helemaal leuk. Ja, dat is niet normaal. Dit is ook echt leuk voor oud en nieuw. Ja, dit is echt gewoon oud en nieuw hier. Kerst, inderdaad. Altijd goed. Twins van dinner. Ja. Ook leuk. Oh. Ik vind zilver dus ook echt in dit soort dingen fucking ja, leuk. Maar je hebt meer zilveren top, zeg maar, dit soort dingetjes. Groot wordt snel geel goud. En lelijk. En niet goedkoop. Mooi. Ja, klopt. Dit is echt classy. Maar ik heb deze super leuke jurk aan. Maar hij is wel een beetje te kort. Kijk, nu buk ik. Kijk, dit is wel zeg maar een onder ding onder, maar die zit echt precies zo hier. Dus hij had wel een maatje groter gekund. Maar hij is wel echt heel leuk voor gewoon avondjes stappen of zo. Voor oud en nieuw is echt wel leuk. Nou, dit waren alweer alle items. Dit zijn een beetje ja, onze favorieten van de site, van het moment. Ja. Dus. Wat er nu allemaal online is, inderdaad. Ja, wil jij het heel shoppen? Leuk. Check de beschrijving. Yes. Vergeet zeker niet het blauwe duimpje omhoog te geven, te abonneren, ons volgen. Je weet het. Gewoon lekker supporten. En ja, laat vooral weten wat voor video's jullie nog meer willen zien. Vooral, ik ben doodgespamd met mukbangs. Ja? Waarom komt er geen mukbang? Waarom? Dat heb je al een tijdje niet opgenomen. Nou, heel lang niet. Echt wel heel de zomer niet. Nee. Maar ik ben natuurlijk heel veel weg geweest en uit eten. Ja. Ja, het eerste toen we echt corona hadden, dan ga je eerder thuis bestellen. Dan ga je ja, eten. Alleen maar sushi bestellen, alleen maar McDonald's, alleen maar... Maar nu dan ga je eerder uit eten of dan... Ja. Ja, dan moet je dat echt inplannen. Ja, maar ja. Maar dat kunnen we wel doen. Het is echt bizar. Ook als iets wel terug is, moeten we weer echt 1-2 doen. Ja, dat gaan we wel doen. Komt helemaal goed. Nou, heel erg bedankt voor het kijken en dan zie ik je snel weer. Doei! Doeg!